Zo, bij het wijnconcours 2022 zijn we aangekomen bij de winnaar van rood onder een tientje. En altijd voor ons een belangrijke categorie, omdat betaalbaar toch ook heel belangrijk is. En rood onder een tientje is best moeilijk om goede wijnen te maken en te vinden. Maar de winnaar, de Rosso Piceno van de Angelis, Campo di Marte. Ja, dat is toch wel een waardige winnaar onder een tientje, moet ik zeggen. Ja, Rosso Piceno komt uit de Marken, dus ten oosten van Toscane, ten noorden van Umbrië, dus aan de Adriatische Zee. Een beetje een gebied wat soms een beetje over het hoofd wordt gezien in mijn ogen. Ja. Iedereen kent misschien wel de Verdicchio dei Castelli di Gesi. Maar de rode wijnen, de Rosso Piceno, die zijn een beetje over het hoofd gezien. En toch wel degelijk heel interessant, omdat het ze zijn ook betaalbaar voor wat je krijgt. En de blend is altijd interessant, hè? De Sangiovese geeft natuurlijk gewoon een soort klasse eraan en ook zuren. Ja. En Montepulciano rondt het lekker af. Montepulciano heeft veel meer vlees en vulling en fruit en dat is gewoon lekker. Dat is toch weer zo'n blend die interessant is. Ja, Montepulciano eigenlijk de druif van de Abruzzen, dus ten zuiden van de Marken, Sangiovese van Toscane. En die eigenlijk komt het samen in de Marken en die combinatie werkt supergoed. En het is niet zwaar en het is niet machtig. Ik wilde het net zeggen, 13% alcohol. Voor een rode wijn die zo smaakvol is. Dat is een kracht van dit soort Italiaanse druiven, denk ik. Het is natuurlijk ook een wijn. Hij is fruitig genoeg om gewoon te drinken zoals Nederlanders dat graag doen. Ja. Ook met een klein hapje erbij, maar niks bijzonders. Maar je kunt het natuurlijk prima drinken met allerlei pasta's en gewoon. Bij Les Généreux voor de 9,75 en dan heb je heerlijk rood heel voor knap. Een mooie prijs. Dus gefeliciteerd, mooie overwinning.